No, pues sí, ya X. Now the game's in of me. Dan moet ik mijn chatbox gewoon verplaatsen, denk ik. Ja, ik stond er nog steeds, hè. Ja, ik ook. Maar een tv is wat donker ook. Ik moet die lichter zetten. Ik heb die partij de stijks op dingen gezet. Op spelversie. Ja, zie. Oh, zeg maar waar we naartoe gaan. Als je verder bent. De verkeerde knop dat ik wil. Contest. Wat hè? Dat is al wat beter beeld. Oh ja, krijgen we dat gezeik weer? We zien weer eens geen vrachten. Ik ben even op een slaapparkeerplaats gaan staan. Wie zou eens een slapen ding op die grote lange ding? Ik ben niet moe. Ik ben niet moe. Ik ben niet moe. Ik wil niet gaan slapen. Ben je niet moe? Nee. Ben niet moe, zei hem. Ik dat dan weer. Nou, ik heb ook geen vechten. F7. Doen F7 hè? Ja. Ik zie wel een vraag, maar dat is wat voor die hoe heet het? Ik zie niks, ik. Voor die vliegtuig. Check in en check uit. Ik heb nog niks.
volgende. Dan stel mijn bel toe en die schoen. Beest, Bordeaux, niks. En die andere heb ik nog niet zoveel en zo. Nee, ik heb niet nee gezien. Helemaal geen vracht, hè? Nee. World of Tux? Ja, World of Tux wel. World of Tux heb ik wel vechten. Ik heb er ook eentje vanuit hier naar Nantes-Payerre in Frankrijk. Nantes-Payerre. Dat is helemaal onder in Frankrijk is dat. Denk ik hier niet staan. Montpellier, ja. Bij mij is dat bloemen knippen. Ja, dat? Die neem ik hier ook. Juist dezelfde. Ik klik hem aan. Ja. Ik moet hem bij het vliegveld ophalen. Dat weet ik niet, dat kan wel. Echte. Laat ik. Gas geven. 38 kilometer rijden. Ik denk hem even bij mijn koopgarage af helemaal. Oh, waar kom jij nu even vandaan? Van de service? Oh ja. Wat service, ja. Oh, hier zijn even stations, hè? Ah. Kan ik een keer op? Ah, langs hier. Ik heb wel een goede tank. Ik zal hem eerst vol doen. En dat is Eco, hè. Dat is goedkoper voor mijn bazen. Ja. Van Tour Matic, hè. Maar Tour Matic moeten in deze pakken, hè. Dan betolde minder. Moet jij hem ook buiten het industriale? Ik denk dat ik die op dezelfde plaats moet halen. Dat is dezelfde container, dezelfde vracht. Dus ik denk dat die ook vandaag komt. Van die FE. Ja. Dan moet ik hem ook halen. Ja, we pakken hem bij een vliegveld en we brengen hem naar het bedrijf. Telt hij hem dan ook als, hoe weet het? Nee. Zo niet. Maar is dat niet naar het vliegveld is. Moet naar het vliegveld, denk ik. Of van vliegveld naar vliegveld misschien, dat weet ik dan niet. Maar het moet, ik denk wel dat het naar een vliegtuig is, niet van een vliegtuig alleen. Allee, mijn plannetje staat niet op. Ik denk al, waarom zie ik nou niks? Maar ja, daaronder staat ook een plannetje, slim maar. Moet gewoon er twee grote beeldschermen hebben. Eén voor op de gamen, één voor mijn andere instellingen op te zetten. En dan dat andere bij ook van mijn chat en zo, dat klimtje. Die komen nog zijn. Huh? Die komen nog zijn. Als het meevalt. Als het meevalt deze jou misschien nog, één tenminste al. En als het tegenvalt, van de zomer alle twee, als ik mijn vakantie geld heb. Oh, twee normale beeldschermen of wat? Ja, twee normale grote. 144 hertz. Zo. Dan heb je ook dat B
beeld, dat kan ik dan gebruiken, eventueel zelf echt opstaand. Kunt ook, hè. In de link, in de LinkedIn, hè. Dan stel ik dat. Dan stel ik dat zo in dat dat in de lengte is. En dan kan ik daar mijn chat en zo op zetten, hè. Dan kan ik die beter lezen. Ah. Ga er echt bij, hè? Wat is daarmee gebeurd? Ja, dat weet ik ook niet. Je staat tegen die van mij. Ik moet hem zeker nog een keer aanklikken. Die van mij staat de vlak tegen. Die eerste is die van mij. Waar is die van mij dan? Je staat hier misschien ook onder die van mij, zeker. Hey, ik zie toch nog ver? Je moet er nog ver rijden, niet naar achter. Die van mij staat schuin. Oh, is dat een dier? Ja, die schuin staat niet van mij. Dat komt er maar als wij op hetzelfde moment hebben aangeklikt. Dan kwam die op elkaar te staan soms. Godverdikke me. Dan spawnen die verkeerd. En dan hadden dat soms wel eens ver. Daarmee dat wij ook af en toe trailers op elkaar zien staan en zo. Dat komt uit dat spawnen. Nou, dan pak ik nog even koffie. Haal ik hem hier even weg. Pak even koffie en dan kunnen we gaan. Dat ga ik nog veranderen, hè. Dat ga ik nou echt proberen. Wat? Dat poepje dat die met een camion ziet. Poppetje? Dat manneke dat die in een camion ziet. Ik kon er een ander manneke van maken. En bij jou zie ik zelf, bij jou ziet er zelf niemand in. Zet je zeker mijn hasses op dat poppetje. Het fotootje heb je al en dan denk je van, hé, wacht, ah, het fotootje heb ik al. Zit Jeroen daar in de truc? Ja, dat zou eigenlijk. Dat kan ik misschien proberen voor je. Als die van. Als die van mij lukt, kan ik dat misschien maken voor die van A, hè? Had ik het nou maar niet gezegd. Had hij mij ook straks op de foto in de game zetten. Dat ga ik echt nog proberen. Dat is gewoon die foto's aanpassen, hè? Ja. Moet er gewoon weten wat dat die foto ziet en die aanpassen. En zien dat dat schoon aangepast is. En dan maken we Jeroen voor jou, hè. Schone vrouw. Ik zal haar zelf nog lippenstift geven. What the fuck? Hij zal liever singleplayer, hè. Allee, misschien in multiplayer ook, want dat is gewoon een foto dat gewoon past, hè. In-game, hè. Ja, dat zal wel raar wezen als ik dan mijn eigen online zie. Dat zou. dan zien ze rijden. Oeh, is dat Jeroen? Wat doet Jeroen alweer in die game? Iedereen doet opeens het poppetje met mijn hoofd erop. Dan kun je zeker SES als partner zitten. Want daar geloven ze dan nog. Ben je de partner van SES? Ja, zeker. Dat zie je toch? Er komen twee camions af. Hè? Huh? Er komen er twee af en die komen naar onze kant zo te zien. Oh jee, terroristen. Als het schip vliegveld is wel druk, hè? Wel vrachtverkeer. Eten ze nou alle twee hetzelfde?
geleden een nummer hadden we echter. Oh. Zeg het als je klaar bent. Alsjeblieft. Je mag het zeggen wanneer je klaar bent. Nou, als me zijn zeil opschiet. Dan blijft maar een Dat steen naar wij zou hangen. kunnen. Zo. Steken we het stekkertje even in het gat. Ik bedoel in de koptelefoon. Wie zegt dat? Nee, ik steek de stekker even in het gat. In wie zich het steekt, ja, de stekker. Ja, van de computer, koptelefoon. Nee, je hebt hem nog zin, hè? Oké, ga maar voor. Jij mag voor. Ik was gisteren voor, dus dan mag jij vooraan Oei. rijden. Maar moet daar weer even. Aan de rotonde, eerste afslag rechts. Nee, de tomtom die zegt toch altijd Hier rechts. Ga over de rotonde. Nee, bij ons niet. Bij ons zeggen ze ga over de rotonde. Eerste afslag. De ruiver. Ja, maar ja, één iemand heeft dat ook nog eens een keer gedaan ook, hè? In Alkmaar was dat. Je hebt hier van Tom Tom aangeklaagd, zeker. Ja, die zat naast Tom Tom te luisteren. Omdat ze Tom Tom zei, ga rechtdoor over de rotonde. Wat doet die gast? Die rijdt ook echt met zijn bus over de rotonde heen. Die had hij opeens vast. Die had hier met zijn notauken dat ook gedaan, hè. Slaag hier rechtsaf. En die zat in het water. Kanaal ingejagen. Lekker handig. Terug rechts. Dat kunt niet anders. Ja, ik heb wel recht aan, maar dan sta je meteen ook stil. Ja, maar je ziet dat maar laat, hè. Aha. Je zegt dat veel sneller. Nou, je zit de benauwde roep aan het rijden tegen dat je dat ziet. Ja. Dat ik de ene keer in Scandinavië. Klapte ik tegen dat ding aan, omdat ik dat ding veel te laat pas zag. Ik heb er een mot voor gemaakt, hè. Dat die puntjes van dat vierkant, hè, die hoeken, hè, ja. Dat die rood waren. Eerst had ik dat gemokt dat die hoekjes rood waren, dat dat veel gemakkelijker opviel. En daarna had ik er zelf een paal van gemokt. Ja. Dat je een pijl zag dat je naar daar moest. Zo hoort het, zo moeten ze dat eigenlijk ook maken. Dat je een beetje weet welke richting je op moet. Jij tegen 20 de deur. Dat is iets wat ik nou niet begrijp, hè. Boten van Michael, hè. DS Killer 32, denk voor je follow. Boten dat van Michael is iets wat ik niet begrijp. Hè. Zoveel mensen die toch online komen. Aha. En geen enkele komt op deze iets zeggen of zo. Hè. Aha. Waar hij me zit te spelen. Gisteren, tot van de morgen terug.
Ga je dan wel gewoon slapen? Ik heb nog niet geslapen, of zo goed als niet geslapen, zal ik maar zeggen. En waar zit er nog te spelen? En ze waren wel op de Frank was er ook, zag ik. Ja, ze zijn helemaal geweest, maar er is niemand op de eerste gekomen. Spelen spelletjes, maar ze komen niet even een babbelje doen of zo. En dan moeten ze niet afkomen met het excuus van dat Desley zit te vlukken, want hij is er niet. Allee, hij zit niet bij ons in de chat na. Nee. Dus. Oh. Oh. Dat gaat ook niet zeker, die middenste. Jawel. Nee, er zit. Ja? Er zit zo geen en dingen, hè? Ah ja, toch. Dat is lekker, toch? Ja, ik was niet zeker. Of hoe maar ze. De jaar leek. Hey, dat doet die Belgische radio wel goed, hè? Ik heb mijn donatieding mooi aangepast. Of hebben wij gedaan en die Belgische radio zegt van doneren. Oh, ik moet nog verschillende dingetjes aanpassen. Als degene denkt waar ik het over heb, over dat stoeltje wat bij mijn donatiebalk zit. Dan zou ik eigenlijk zo'n scherm kunnen zetten, hè? Oh, zo'n displayscherm. Oh, nee, zo'n een van die twee schermen dat ik wil kopen later. Hè? Ja, dat kan je doen. Als er dan een bepaald bedrijf binnenkomt, ja, kan ik deze baal liggen en ik heb het ook. Hè. Okay, kunnen we straks nog wel even doen, na het rijden? Ondanks dat er misschien niet te veel mensen bij mij komen en niet te veel mensen doneren. Nou, maar ja, dat komt vanzelf wel, denk ik. Je hebt tijd nodig. Oh, maar ik zit er niet echt. Ik speel dat spel voor de fond, niet voor geld te verdienen. Allee, toch niet na. Misschien luidt er hoe het is. Oh, zit ik goed? Ja. Ja, nou morgen. Ik ben me aan het rijden. Ik weet niet of je me aan het volgen wordt. Nou, ik zie nou. Ja, maar voor hetzelfde geld pakte de verkeerde afslag, hè. Ik heb dat ook al gedaan, zo. Ik heb dat gisteren nog gedaan. Of hier gisteren. Ja, dat gisteren. Was ik niet, hè. Dat was jij. Met die promotie is dat ook altijd. Ze zijn aan het rijden, maar die promotie, die GPS, dat is niet goed gemokt, hè. Die is niet 100%, hè. En dan zei hij van je moet afslagen, of dat lekt op dat je moet afslagen, en dan wil je eraf gaan. En dan opeens verandert die TomTom precies, of die GPS precies, dat je echt uit moet rijden. Ja, en als je dan juist op dat moment tot afslagen zit en je let niet op. Die stream van mij die loopt een beetje achter, lijkt het wel. Ja, dat is hè. Dat zijn de instellingen die je moet instellen. Je kunt. Ja. De meeste mensen. OBS niet, ik bedoel op mijn thread zelf bedoel ik. Op de website. Ja, maar dat hangt van de dingen ook af. Maar dat is ook voor. Als je aan het spelen bent, dat je moderators in je chat bijvoorbeeld. Teksten die niet mogen in de chat mogen komen, dat die moderators een taak hebben die dan nog te verwijderen of te blokkeren. Dat gebeurt ook soms. Daarom is dat die een knopje erop. Dat ze zeggen van je moet op dat knopje duwen als je communiceert met mensen in de chat continu. Dus wij zeggen af en toe van ja, hallo. Hey, als iemand iets zegt in de chat, antwoorden wij. Maar Select Squirrel, die heeft 500 volgers of zo, of 500 kijkers, of duizenden kijkers. En als die continu in de chat aan het babbelen zijn, ja, dan moet die continu meebabbelen. Snap je? En daar verdient dat knopje dan, als ze daar dan op drukken, kan die continu mee converseren. Dan ziet je dan werkt je chat samen met hem. Anders gaat je na een antwoord geven en die mensen die dat antwoord willen weten, die krijgen dat pas 10 minuten later te zien, bij wijze van spreken. Snap je? Maar
dan duidt dat hij dat knopje aan zit, krijg je die mensen dat doeken rapper te horen. Er zit natuurlijk nog altijd een kleine delay op voor die moderators, hè. Dat kun je ook instellen, hè, hoe lang dat die een delay moet zijn, hè. Want als je heel veel mensen hebt, dan kunnen die een delay langer maken, zodat die moderators ook de tijd krijgen voor eventueel woorden en teksten en dingen die niet mogen voor die te blokkeren, hè. Oh, ja, nee, ik moet toch rechts. Ja. Ik dacht dat ik verkeerd heb, maar het is juist. Waarom hou die maar 50 omhoog rijden? Het is bijna hetzelfde weggetje wat we gisteren ook al hadden gereden. Ja, andersom na, denk ik, hè. Ja. Gewoon dezelfde weg, maar andersom na, denk ik. Maar we kwamen niet van Montpellier, hè. We kwamen van de andere kant, hè. We kwamen niet van Montpellier toen, hè. Van de kant van Italië, hè. Want Montpellier ligt in de buurt van Italië. Vitalis, die naam zei mij iets. Alice. Ja, Vitalis. Die naam zei mij iets. Is dat je merk van IV-code, camion? Het zal best kunnen, ik zou dat echt niet weten. Ja, maar er zijn ook mensen die Vitalis noemen, hè? Van die buitenlandse personen. Streamlabs, redelijk goed. Je hebt maar een tv, is Ik wel. voel me nou net zo YouTuber met dat stoeltje bij mijn donatiebalk. Mijn beeld op mijn tv is ietsje klaarder dan mijn stream op mijn Twitch. Ik zie mijn tv, die is te scherper ingesteld, dus dat beeld is schunder. Allee, schunder, klaarder. Ik kan alles zien. Mijn Twitch van mijn OBS dus, die is ook nog redelijk goed. Maar als ik naar mijn laptop ga kijken, dan is het kwijt nu donker op mijn Twitch. Alles wat ik na VMA zie, ik zie op mijn scherm van mijn tv wat ik aan het spelen ben, zie ik de weg heel duidelijk. Ik heb die nogal scherp ingesteld, dus ik zie de weg heel duidelijk. Op het scherm van mijn OBS zie ik de weg wel, maar die bomen zijn allemaal donker. Dat is allemaal donkere plutsen. Hey, dat is ook raar. En als je op mijn. Jij bent ETS aan het spelen, maar ik zie jouw naam niet in de Steam staan. Maar als je op mijn Twitch kijkt, dat is. Firma is alles donker. Ik zie de weg bijna niet. Oh, ik moet mijn dingen nog aanpassen, zeker. Je staat Hey, nog op PUB. jouw Steam die staat nog op offline, volgens mij. Mijn Steam op offline? want ik zie hem er nergens Ah tussen staan. ja, mijn Steam, dat is juist. Ik heb die nog niet terug opgezet met dat die computer Ik zit terug op mijn opgestart kleinere, is. hè? Hoe kan dat nou? Robin, zie ik daar niet in de stil? Hoe zie ik hem nou opeens wel in de Nee, game ik zitten? heb die computer herstart, hè, maar die Steam heb ik vergeten op te zetten. Oh. Wacht, ik kan even hier aan de kant, want ik moet mijn dingen ook nog veranderen. Mijn OBS. Ik Mijn zit naar de tolweg. dashboard moet ik ook veranderen. Hier heb je een parkeerplaats, hè? Zo, gewoon aan de kant, hè. Als ze daar niet voorbij kunnen, dan. Wel een rare parkeerplaats, want je moet eerst tegen de richting in en dan pas kun je erop komen. Als ze daar niet in kunnen, dan moeten ze een ander spel kopen. Wat? Als ze hier niet voorbij kunnen bij mij, dan moeten ze een ander spel kopen. Dan moeten ze deze niet spelen. Oh. Dat is te moeilijk om heen te komen. Dan moet je een stuur kopen. Update Ik ga een info. icoontje voor u maken, voor uw donatie. Dat is wel dan €12. En de muid al doneren. En daarna mag je nog een keer abonneren. Langs die kant kost ik het duur. Ja. Oh, je mag maar maximum 30 rijden. Ik rij. Oh, ik rij 31, dus ik kost dus juist duur. Ja, doe maar. Ik ben klaar.
anders Ja, zeggen. mijn Steam staat nog niet aan. Om het hebben 90, we hè? van 90. 90, hè? Dat is World of Tanks, hè, bij mij. Ik En heb wat heb niks jij erin anders. liggen? Hetzelfde, hè? Bloemenknipsel. Ja. Bloemen knippen. Bloemen Bloemen knippen, hè? knippen. Je moet bloemen knippen, hè? 1 ton. Ja, 1 ton bloemen knippen. What the fuck? Dat is toch een rare naam voor een vracht. Bloemen knippen. Dat is gewoon de vertaling. Dat is Nog echt gewoon nooit van gehoord. een slechte vertaling in het spel. Ze gebruiken de Nederlandse vertaling, maar de vertaling is niet goed. Er zijn er veel die tegen mij bijvoorbeeld een tekst sturen en dan proberen die dat in het Nederlands te sturen, hè? En dan stuur ik altijd terug ze van: Don't use Google. Don't use Google Translate. It's worse. Kun je beter zelf proberen een tekst te schrijven, dan gewoon nog beter uitkomen dan Google Translate. Op Nederlandse taal, hè. De eerste daar kon ik nog niet over bezig zijn, maar de Nederlandse taal op Google Translate doet het niet, want het tikt op niks. Ze zeggen gewoon dat de Nederlandse taal moeilijker is dan andere Ja. talen. Ja, en weet je waarom? Huh? Waarom als wij andersom praten in hun ogen. Andersom? Ja. Praten wij van achter naar voren of zo? Dat Of wat van wij voor naar achter? In onze tekst gebruiken, van achter, gebruiken ze van voor in een tekst. Huh? Fucking vaag. De meeste dingen, hè, die gebruiken ze, die dingen die wij van voor zitten en wij van achter zitten, bij hun is dat andersom. En daarmee is dat zo moeilijk voor een buitenlander voor de Nederlandse taal aan te leren. Niet alles, hè. Want we gaan naar huis. We going home. Dat is hetzelfde, hè. Maar in de andere context van de zinnen is het bij de meeste zinnen moeilijker. Omdat die zinnen, onze opbouw is heel anders dan de opbouw van een Engelse taal of andere taal. En daarmee maakt dat dan moeilijk. Dus eigenlijk is dus Nederland en België is dus eigenlijk gewoon Nederland. Hoe bedoel je, Nederland en België is gewoon Nederland? Nou, omdat wij gewoon elkaar kunnen verstaan. België is Nederland geweest, hè? Wij zijn een stuk van Nederland, hè? Ja, als je in de geschiedenisboeken gaat zien, wij zijn een stuk van Nederland. Wij hebben ons afgetrokken. Allee. Wij hebben ons. Vaag, ja. Wij hebben ons verwijderd van het Nederlands grondgebied en dan is het grondgebied België ontstaan. En daarmee dat ik ze vorige keer ook dan zei van eigenlijk de Belgische vlag is niet juist. Want in onze grondwet, in de tekst van onze grondwet staat dat de Belgische vlag zwart-rood-geel is en niet zwart-geel-rood. Dus die vlag, zoals dat vlaggetje dat hier op mijn camion, dat is niet juist. Dus eigenlijk is Nederland gewoon groot. Met eigenlijk horen dan België er dus er eigenlijk ook dus bij. De Vlaamse kant toch al Dus wij zeker. zijn net zo groot als Engeland, zo'n De beetje. Vlaamse kant, het Vlaamse gedeelte tot Brussel, zo gezegd, dat is normaal gezien, hoorde vroeger, als ik het goed, mijn geschiedenis goed onthoud, hoorde vroeger bij Nederland. Het Franse gedeelte hoorde vroeger bij Frankrijk. En op een bepaald moment, in de vorige tijd met Leopold de Eerste of zoiets, of wie dat ook was toen in een tijd, dan is dat gekomen dat ze, nee, denk met dingen, Ridder van Oranje of zoiets nog, in die tijd, is het gekomen dat België zich, een stuk zich verwijderd heeft van Nederland en een stuk zich verwijderd heeft van Frankrijk. En zo België is ontstaan. Daarmee komt het dat wij ook Belgisch, Frans en Duits gedeelte hebben. Want wij hebben eigenlijk van heel de hoek, hebben wij van elk land een stukje. Jullie hebben gewoon drie talen. Ja.
hebben een groot deel van Nederland, zo gezegd, een groot deel van Frankrijk en dan een klein stukje van Duitsland. En ik weet dan zelf niet, ik denk dat Luxemburg toen ook nog zelf ontstaan is, dat dat er ook nog een afscheiding van is. Nou, het is wel zo dat ik op dit journaal zag dat de twee eilanden, dus van Nederland en die van België, dat stukje grens of zo, dat ze dat om gingen draaien. Omdat de ene kant stuk eiland in Nederland dat van jullie was, en de andere stuk in België zat, dat weer van Nederland was. Oh, dat weet ik niet. Dat heb ik niet. Andersom gedraaid, dat eilandstukje van België is en dat andere stukje. Ja, dat dat aan de Belgische kant ligt en dat andere aan de Nederlandse kant. Dat zag echt raar. Ik denk, hé, wat de fuck, hoe dan? Hoe hebben ze dat weer voor elkaar gekregen dan? Dat zag ik op het journaal. Nee, daarmee is het ook dat je hoort dat er veel meer Vlamingen dat die terug naar Nederland willen. Hè? Mm-hmm. Want als het er eigenlijk op neerkomt en we zouden mensen laten doen wat ze willen, ik denk dat Vlaanderen direct terug Nederlands grondgebied wordt. Is het zo erg slecht dan daar? Ja, het is niet een punt van slecht, maar het is punt, we zijn een van de kleinste landen. We hebben de meeste ministers, we hebben de meeste politiekers. Hè? En er wordt zoveel geld eigenlijk uitgegeven en verspild aan al die zaken, dat ze eigenlijk ons zakken maar aan het leeghalen zijn, want wij zijn ook een van de meeste landen waar je de belastingen betaalt. Een van de grootste landen waar je belastingen betaalt. We hebben natuurlijk ook allemaal goede dingen, zoals ziekteverzekering en alles, en werkloosheidsvergoeding, dat is bij ons ook allemaal, dat is ook niet overal op die niveau dat wij dat hebben. Maar ja, we betalen er ook een grote prijs voor. Hè? Kut, ik had hier even die stukje bij dat bed moeten ontdekken, die weg. Ja, ik heb dat allemaal nog niet. Ik heb niks van hier, denk ik. Zelf nog niet de weg naar Hindertug. Dat is echt zo irritant. Elke keer dan rijden langs en opeens op het laatste moment zie je dat stukje dat je ja. Niet ontdekt hebt. Hier ben ik zelf nog nooit geweest. Dat is de eerste keer dat ik hier kwam. In deze ja, gebied. De andere kant heb ik wel al ontdekt. Ja, dat heb ik voor mij toen ontdekt tijdens dat ik offline was. Ik kon gewoon tegen de richting in rijden. Hoefde ik toen niet bang te wezen voor de kick. Maar ik sta nou gewoon weer op nul. Ik sta net zoals jou, gewoon nul bams heb ik. Oh, ik zeg het eigenlijk zoals gezegd, hè. Ze moeten dat verwijderen. Ze moeten die er gewoon afgroeien. Uh-huh. Als ze zeggen van een jaar moet er geen band zijn en dan wordt dat verwijderd, ah, wel, dan vind ik dat ze gewoon af die lijst moeten groeien. Dan moet dat er niet meer opstaan. Ja, maar daarom speelde ik ook niet meer zoveel ETS. Want ik wist, in mijn hoofd wist ik van, als ik nog één keer wat fout deed, of per ongeluk iemand anders, maar ja. Ja, de schuld moet op haar gestoken worden en dan is al genoeg voor haar definitief een band te krijgen. En dan krijg ik een ban. Ja, toen hoorde ik van Verbeek die zei van, nou, je hoeft helemaal nergens bang voor te wezen. Ik zei, hoezo dan niet? Ik zeg, ik heb er al 5. Nee, je hebt er gewoon 0. Ik denk, hoe? 0? Hoe dan? Ik zie toch echt al, ik heb 5 op mijn hoeveelheden. Ja, maar dat is alweer een jaar of 2 jaar geleden. Ja, maar dat is het punt, hè, dat is altijd zeggen. Hè. Als, je krijgt een papier, bij wijze van spreken, onder je neus geduwd en je moet tekenen. Ja. Op deze gebied, hè, in de computer en in de gamewereld, is dat gewoon, je krijgt een lijst, je krijgt een vak met een lijst in, en daar stond de regels in en je moet akkoord gaan. Mm-hmm. Hoeveel mensen lezen niet al die lijst af? Geen. Ja, heel weinig. Er zijn er die dat doen, hè? Maar heel weinig. Uh-huh. Dus je gaat automatisch akkoord. Ja, dan weet je ook niet 100% wat dat er mag en wat dat er niet mag. Uh-huh. En dan wist je, als je dat goed gelezen had, dan wist je van, ah, als je 4 band zit en je hebt die na een jaar niks niet meer gedaan, dan zijn die weg. Ja, maar... Maar je leest dat niet. Nee, dus dan weet je dat niet, hè? Weer nieuw gekomen. Ja, maar dan, als dat nieuw komt, komt dat ook in de laatste staan. Hè? Dat komt ook in de laatste staan. Hè? Want elke keer als er een nieuwe update is met regels,
Bijvoorbeeld zo lijkt met die update van Scandinavische trailers, hè, die dubbeltrailers. Dan is er in Teukens en Pieren een update gekomen, maar je moest toen eerst akkoord gaan. Je moest op een knopje duwen, ik ben akkoord. Of je kost niet meer verder spelen. En niemand leesde dat, of toch heel weinig leesde dat. Ja, en dan heb je weer het punt van getekend, hè, want je gaat akkoord, dat is eigenlijk tekenen, aanvaarden dat je getekend hebt, en je hebt het niet gelezen. En dan achteraf moet je dan al continu horen, ja, maar bij de met dubbeltrailers, waar kunnen die krijgen, want ik vind die niet. Ah ja, alleen in Scandinavië. Ah, waarom alleen daar? Ah, je mag alleen daar rijden. Oeh. Ah ja, dat krijg je dan als je de regels niet leest van het spel. Turbo Robbie die vond het ook wel raar dat het alleen maar in Scandinavië moet, want die zei ook van ja, in Nederland rijden die dingen ook. Ja, en bij ons ook. Niet Ja. veel, niet veel, maar ze rijden er. Bij ons hadden we een speciaal brevet nog voor nodig. Hè. Dat is nog altijd zo gezegd een soort testfase, bij wijze van spreken. Maar Turbo Robbie is net zoals mij, hè? Die hoeft ook niet meer contact met al die andere VTC's. Ja, ik vind langs de ene kant is dat misschien plezant, maar dan moet het pakken, hoe moet ik dat zeggen? Dan moet het realistischer spelen. Als je het realistischer speelt, dan kun je zeggen van ik heb een VTC, ik ben een eigenaar, ik heb werknemers, die moderators en admins, dat zijn mijn ploegbazen bij wijze van spreken. Hè? En dan de chauffeurs die voor u rijden. En dan kun je nog altijd contact hebben met een andere VTC. Maar zoals toen inderdaad met die zever van hè, die andere mannen daar, die bezitten dan de TS of de server van TS en dit en dat. En dan moet je al bang zijn dat je daar wordt afgegroeid, dat je nooit niet meer op dat ding kunt geraken. Nee, dat vind ik gehuiver. Die moeten dan leren een onderscheid te maken. Een VTC is VTC. De personeel dat over die server bedient, dat gaat over die server. En die mogen zich niet mengen met die VTC en andersom juist ook niet. Zo vind ik het. Die zijn misschien Maar wel. het is ook zo opeens, want dat zei Terror Robbie, dat er ook die Maffie en die Nico, dat die opeens ook leden bij hem weg zat te trekken. Ja, dat is helemaal niet plezant, hè? Toen zei Terror Robbie zo van, de enige waar ik mee optrek, dat ben jij. Jij bent de enige VTC waar ik nog mee optrek. En die andere VTC's die kunnen me allemaal gestolen worden. Dus zei ik van, ja, ik heb precies hetzelfde als jij denkt. Ja, maar als je die VTC in het spel mokte, dat is niet de bedoeling dat je bij andere VTC mensen gaat weglokken, hè? Nee, maar zo doen ze dat dus wel. Het is Ik pak gewoon de. even die weg, hoor. Ja, doe maar. Het is gewoon de bedoeling dat je het spel speelt en als je meer lijden krijgt, krijg je meer lijden. Als je minder lijden hebt, ja, dan heb je wat pech en dan heb je wat minder lijden. En dat kan gebeuren. Wij hebben nou ook minder lijden of minder actieve, ik zal het zo zeggen, want we hebben misschien wel genoeg lijden, maar minder actieve. Maar ja, hè, als het erop aankwam, hadden we ook kunnen zeggen van kom waarom weg, we gaan naar een actieve of you know, waar daar meer mensen in zitten. En ik kan even zeggen, als ik zeg van ik ga naar nog, bijvoorbeeld, hoe noemen ze daar, ZZ, zo een van die andere mannen daar. En er zitten misschien 60 man in dat spel, in één TS en in dat spel te spelen, in de plek dan. 5 of 10 man, zoals wij het meestal hebben. Ja, dat wil niet zeggen dat dat er veel beter is, hè? Want dan gaan we met 60 man bij elkaar zitten te lullen en te zeveren. En dan hoor je elkaar helemaal niet. En dan heb je aparte kanalen waar dat je kunt zitten, waar dat je hier dan eigenlijk ook hebt, wat ik langs de ene kant dat ik zeg nog altijd overbodig vind dat er zoveel kanalen zijn, maar ja, ik ben een baas niet. En dan heb je daar verschillende kanalen, dus dan gaan er ook groepjes apart zitten. Ondanks dat die allemaal misschien op hetzelfde spel zitten. En het enige moment wanneer dat ze misschien allemaal in dezelfde server gaan zitten, dat is wanneer dat ze een konvooi aan het rijden zijn. Dus zoveel plezanter gaat dat dan ook niet worden, hè, als je meer volk zet. Het is plezant, ik vind het plezant een
10, 20 man bij elkaar hebben die aan het spel aan het spelen zijn, dat vind ik al heel tof. Dat vind ik al een goede prestatie. En voor mij moet dat geen 50 man zijn. Als je maar kabel en Prestatievoortgang, landmarktour. Ik heb iets ontdekt in een landmark, zonder dat ik het weet. Zijn wij je iets rijdt op. al Zijn wij iets. 466 meter van me af. Zijn wij iets belangrijk voorbijgegaan of zo? Oh, ik heb er tegen mijn dingen 10 km per uur lager gezet, dus juist. Tot als ik dacht dat je dichterbij kwam. Welke landmark ben ik hier dan verbaasd? Ik heb niks gezien. Denk een kasteel of zo, denk of zo, wat aan de andere kant van de weg stond. Dat kan, want ik heb niks gezien. Moet je eens opletten of je er iets ziet als je er voorbij komt. Ik heb niks Nou, gezien. Ik daar zie ben ik al voorbij hoor. alleen van boven in mijn beeld in de plek dat 61 FPS zag ik er opeens zo'n dingetje van Steam voorbij komen. Maar Landmarkprestatie. ik heb voor mij deze hele weg nog niet gereden, of wel? Nou ja, want gij hebt die landmarks allemaal. Die landmarks, Nou dat zijn ja, die speciaal. ik. Oh, wacht even. Ja, nee, ik weet het al. Ik ben via die tankstation toen ook gegaan. Maar daar heb ik nog steeds die stuk van die snelweg weer niet. Ah, je moet links. Baanweg links volgen. Ja, kijk, want de terugweg, die weg heb ik nog niet ontdekt. Nou, ik ken alle twee nog niet. Ik zeg het. Het is de eerste keer dat ik hier Kami fan kijk. Dat is wat Michael en ik hebben altijd gezegd. Hè. Ze hebben fan kijk erbij gevoegd. We hebben die een DLC wel direct gekocht. Maar als we hoorden dat er zoveel mensen in Frankrijk rond aan het rijden waren en dan filmpjes zien, zie je dat die allemaal op elkaar aan het knallen zijn en we zeiden van we blijven eruit en we blijven aan de andere kant rond rijden. En dan kwamen ze met een DLC van die dubbel trailers en dan was dat ook nog de knoppen, want we zaten altijd in Scandinavië rond te rijden. En dan kwamen we dan meer naar de kant van Zoek je Frankrijk. nog het tankstation of de weg? Hey, pak de weg wel. Tankstation doe ik wel een andere keer. Zul je wel nog een paar keer voorbij en als je zo wat van die verte blijft doen. Oh ja. En binnenkort is het Italië. Ja, ik hoop wel dat ik hem voor het nieuwjaar de hele map ontdekt heb. Maar Nou, nieuw, dat komt nieuw, weet het, hè? binnenkort komt Italië, dan kunnen we van Frankrijk naar Italië rijden, hè, want dat is het dichtste baan dan. Hè. Dat is wat ik zei, wat ik met Michael altijd doe. Hè. Er zijn er veel, ja, kom, we pakken een lange vecht. Ja, dat is oké, dat is ook goed, je pakt deze lange vecht. Oh, Maar. nou wordt het nog langer, want als je helemaal vanuit berg of wat is het ook weer? Ja, Zollo. Bergen en Uppsala en zo. Ja, van Zollo helemaal naar beneden gaan naar Italië, zo, dat is een eind draai even. Ja. Dat voor mij zo'n vier. Ja, maar ik bedoel, er zijn er veel die zeggen van kom, we pakken die lange vecht en dan verdient ook zoveel geld. Maar langs de andere kant, als je meer klein vechtjes doet, hè, verdient ook wel geld. Hè. Maar je hebt wat kleiner terug is. Maar het is. Als je die lange vecht doet, dat wordt eentonig. Dan wordt het effect creëren dat je in AT zit. Dat je Ja, continu op die. er komt een inhaler. Nou, ik kon niks dan. Dat je continu, zo gezegd, op hetzelfde punt zit te rijden. Zoals tot de straten hier. Dan zit je continu op die tot de straten te rijden. Ja, dan gaat dat saai beginnen te worden. Hè. We komen dan een tol dingen. Hè. Eurogroep. Hij is zo vriendelijk voor de linkse kant te pakken. Ja, hij toeterde er ook toen hij langs me wou. Ah, wel, en dat maakt het plezant, zo van die mensen die echt meedoen. Maar bij mij toeteren ook halve mensen naar mij, maar ik ken niet alle gasten nog ineens. Ja, want Dat is wel weer. die klaxoneert dat de maar voorbij, die pinkt daarna gewoon voor de rechts te komen van dat tolloos. Dat doet ook niet iedereen. Dat vind ik plezant. Oh, wat moet hij nu ook even? Moet hij dezelfde weg wat?
komt naar onze kant wat. Jij doet tegen 70 op, hè? Oké, okay, nooit vol een bak. Hey, toch niet meer zoenen af Piet. Hoe Piet? Hoe Piet af Piet? Ik weet niet wat je moet zeggen. Eigenlijk is dat Piet is. Ja, Alfred. Ben je dat? Zijn we er alweer? Hm? Ja, ze te zien wel. Dat is snel. De kaart lijkt het echt ver. Ja, dat lijkt veel verder, hè. We moesten helemaal vanuit boven, of van de zijkant helemaal naar beneden toe. En we zijn nou onder al. Doet dat iets in Permots? Rondpunt. Doet dat die in Permots zijn, je bent wel langer bezig, hè? Ja, deze industrie heb ik al ontdekt. Oh. Ik nog niet. Hè? Huh? Ik ben hier nog niet geweest. Heel dat denk ik niet. Ja, ik wel. Ik heb hier zelfs al een koopgarage. Ja, ik heb overal al een koopgarage. Ik heb een tweede gekocht, maar ik weet niet meer waar. Was dat naar Uppsala of zo? Ik denk dat dat Uppsala was. Was dat niet Orrebro? Ja? Was dat niet Orrebro? Dat was de BTC. Ah, oh, die moet hier ook zijn, hè? Oh. Oh, sorry. Zie je, dat moet ik veranderen. Als ik op mijn hem daar die stopteekt. Ik vind dat die nog een bekken moet bollen. Oh, ik moet die hier echt van mijn huis zitten, maar andersom dan. Dan noemen ze moeilijk parkeren. Dat vind ik gemakkelijk. Wil jij hem daar parkeren? Ja, ik moet hem dan even die andere zetten. Oh, ik moet hem parkeren waar hij hem heeft staan. Ik nog een hoe weet het halen. Welk? Jij ook kunt streamen. Oh, wacht even. Ik denk dat ik nog in Parijs en in Clermont. Ja? Ik denk dat ik daar nog die chemische bedrijven moet doen. Nee, dat is die vliegveld. Ah, zijn er ook vliegvelden? Ja, in Parijs zit er een. In Parijs is Charles de Gaulle. Ja, en ik denk dat ik daar nog nog dingen naartoe moet brengen. Dat kan. Even om te proberen voor jouw stream op te zetten, dat ik af en toe ook door kan volgen. Waar staat er wat? TV. Ook zijn jouw stream niet staan. Oh, meer kanalen.
Oh, hier is aanwezig. Ja, hier staat. Even kijken of ik mijn was in het droog kan doen hoor. Ja. Want dan kijk ik morgen mijn trui aan. Kan ik snel toetstassen, ik sta nu weer in de badkamer. Hoe een werkcentrum na per bergen, hè? Ik zal zo aanklikken, op een moment. Ja, ik zal het wachten. Op een moment, bro. Oh, komt er nog iemand naar België? Wie? Thomas. Hoor je dat, Robert? Welk? Waar zit hij? Thomas komt naar Brussel. Thomas, wie is dat? Heb ik hier dan niks van gelezen? Ik hoor het op de radio. Ik weet niet wie dat is, maar... Hoe doet dat eigenlijk, die radio? Gewoon, hoe je ook altijd de radio aan doet in ETS. Ja, ik doe dat nooit. Gewoon op R drukken, dan heb je de radio. Moeten die niet installeren dan eerst? Nee. Dat is gewoon een radio van ETS. Ja, maar dat is een bepaalde radio dan dat je kunt doen. Niet wie dat je wilt. Ja, maar dat is de radio. Dan moet je hem aanklikken op welke zenders jij wilt hebben. Ah, dat kunt ook. Ja. Maar ik heb hem op mijn stuurtje, dus ik kan zappen naar een andere zender. Echt, hè? Dan moeten wij gameplay doen of zoiets zeker, of ja. Heb jij geloord? Ja, gameplay en dan heb je ergens volgende staan en zo. Het kan ook zo zijn dat je die Q-music, ja, dat jij die niet hebt hoor, want dat, ik heb sommige... Zou ik die niet hebben, dat is een Belgische radiozender. Ja, maar ik heb sommige radiozenders ook via, hoe weet het, die link die zelf gemaakt. Jawel, maar dat is wat ik vroeg. Moeten dan je linken in zitten? Maar waar staat dat? Want ik geluid, muziek. Ja, ik heb muziek. Oké. Heb je hem gevonden? Nee, maar ik heb wel muziek na de achtergrond. Huh? En hoe moet ik de zender veranderen? Gewoon de R? Op R en dan heb je als het goed is dat volume dingetje dat je harder en zachter kan zetten. En dan kijk je dat 10 keer, plaat je liedjes in de Eurotruck Simulator 2 Music Map in mijn documenten en je zult ze hier zien. Bij de ene kun je muziek gewoon erin zetten en bij de andere kun je radiostreams zetten. Ja, dat is, als het goed is zitten er al radiostreams in. Want als ik op R druk, of ja, hier gewoon op dat radiootje klik. Ah ja, update via het internet. Neem ik hier. Drukkers FM, Simulator Radio. Deze staat standaard in ETS. Dat is Q-music. Pop BE op 96.
Ah, Studio Brussel, M&M, Radio 2, Q Music, Europe 2. En die dat ik moet hebben is dat er niet in, hè? Die ik heb? Nee, dat ik wil hebben. Maar welke wil jij hebben dan? Nostalgie. Jij altijd meer nostalgie. Maar die zouden misschien niet tussen staan, maar die kan Nee. ik wel maken als ik de radiozender of de website krijg van die ene radio die jij wil luisteren, kan ik zo een URL ervan maken. Dan kan ik Maar dan is M&M opzetten. het wel pas morgen na mijn werk dat ik het kan doen. Want ik moet daar wel rustig voor zitten. En wat moeten we dan doen? Gewoon terug eruit gaan? Ja. Daar moet je aanklikken van ver zeker, ja. Als jij, hoor je nou de muziek dan of niet? Nou, op het moment niet. Wacht, hè. Ik ga naar terug uit. Nee. Misschien heb ik hem te stil staan. Ik heb hem op de derde drie streepjes in geel staan. Ah, ik heb er dubbel op geklikt. Nou moet hem marcheren. Hij is aan het zoeken. Maar het kan ook zijn dat sommige radiozenders het niet doen hoor. Dat ATS er zelf niet update. Ik Dat hoor zou ik niks, maar ook ik wel. weet niet of mijn geluid al goed staat. Ben een stukje kunnen verrijden. Oké. Hoe doet het geluid omhoog? Als je de radio hebt, daar onderin zie je naast de update van internet. Oh ja, als je op die radio klikt. Maar ik hoor niks, want die blijft zoeken. Wacht, ik kan. Waar is Q Music, hè? En die is voorbij. Joh. En straks met dit nummer. Ja, die marcheert. Q Music? Ja. Die andere marcheren niet. Oké, klik maar. Dan heb je een lekkere Belgische mokkel hoor je dan door je koptelefoon blaren. Ja, ik kan die zelf op tv zien wie dat is. Snelle vecht? Nee, vechtcentrum. Ik heb niks. Er staat niks in mijn laatst. Helemaal niks. Nee. Alleen externe contacten. Ah, wat heb ik bij externe? Ik heb er hier eentje van Montepierre naar Toulouse, maar ja, dat is Wil net een spurt. Pakjes. Is dat de luchthaven niet? Ah, die voorste, dat is een luchthaven, die FLE. Even te kijken of er nog Die FLE is een luchthaven en die Wil net een spurt. Is dat geen luchthaven? Toulouse? Pekskes. Derde pagina van achter te beginnen bij mij. En welke bedrijf? Van FLE naar Wilnet Transport. Ja, maar van waar naartoe? Welk land? Montpellier naar Toulouse. Frankrijk naar Frankrijk is dat. Maar die Wilnet Transport, is dat geen vliegtuigdingen? Want er staat precies een vliegtuig op. Dat is misschien een van die opdrachten dat je moet uitvoeren. Ik zit even te zoeken. Toulouse, Toulouse.
Hier kunnen we nog een. Computerpress is ook van Montpellier, natuurloos. Ook nog wil net een sport. Dat is de zesde pagina van links en de vijfde pagina van rechts te beginnen. Externe contacten, hè? Die heb ik meer op, dan kun je die misschien pakken. Ik heb er wel eentje vanuit hier naar Toulouse. Ja, maar dat is natuurlijk. Nou wel, dat is wat ik juist zeg. Computerprocessoren, en dat wil net transport. Die maatschappij waar je die moet afleveren. Is dat je luchthaven? Staat er een vliegtuigje achter die tekst? Ja, het ziet er wel uit. Het ziet er wel uit als een vliegtuig, man. Een deerpakken, dat kunnen we zien, hè? Ja, is goed. Misschien is dat een opdracht, hè? Ja, oké, ga die aanklikken. Ja. Als dat bij die opdrachten hoort, dat die gedaan zonder dat je het echt achter moet zoeken, hè? Oh, we moeten wel een stukje reizen te zien. Nou, we moeten weer naar het vliegveld. Wacht even. Moet je nog tanken? Nee, nou niet. Steks. Ja, ik tank wel even bij die goedkope tankstation. Ik zit nog 3/4 vol. Ja, als je wilt tanken, zal ik mee tanken. Hè. Is dat in Echo? Oh, dat is goed. Even wachten, hè. Hey, maar dat is wel mooi, hè, Robert. Ja, daar is ook een vliegveld. Hey? Zit je op die knop? Ja, nee, ik zit even op de kaart te kijken. Oh. Maar daar zit wel een vliegveld. Maar ja dat is wat ik zeg. Nou wel, die vecht dat we hebben. Ik hoop dat we er eentje van Toulouse in het, op het terrein daar zo gehad hebben naar het vliegveld. Dat is wel mooi, want dan heb ik die ook weer ontdekt. Ja, daar is op die knop. Dat ding weggaat, dan staat dat niet in beeld. Blijft dat ding in beeld staan of wat? Dat je een knopje, dat is lelijk. Maar bij jou staat dat in een camion. Bij mij zie je die niet. Groen knopje? Ja, dat ding waar je moet gaan opstaan voor te tanken. Oh ja, die zie jij wel, maar ik zie die bij jou. Oh, dat is aan het einde. Ga je iets kunnen verstaan? Gaat dat? Klein beetje. Ja, oh, oh, oh. Dan zie je alleen een wit streepje van onder, maar dan zie je echt hun ding niet. En dat pinkjes afzetten. Waar zit op tijdens? Discord gebruiken wij niet. Vier pinkjes afzetten. Wat moet ik uitzetten? Vier pinkjes. Ja. Dat is gewoon een foto. Nog eens eentje weg. Niet zo van wat verder. Hun ding zit altijd in de weg, hè. Maar dat is gewoon niet. Dat is wel nice. Maar waar zit dan nog een vliegveld? Als ik deze nog niet gehad heb... Waar zit dan nog een vliegveld dan?
terug kwaad. Robert? Thomas? Nou, wacht even. Ik zit even te zoeken naar die andere vliegveld. Oh, ik ben aan het zoeken waar dat was dan. Ah, daar is het nefstation. En de camera was verdwenen. Zou je dat doen? ETS. Moet je eens kijken op mijn stream. Ja, ik ga weer kijken. De icoontjes werken. Ja, maar dat heb ik niet. Sukkel. Ik wel. Echt jongen, ik zie alles dubbel. Ja, dat komt omdat je te veel jointjes rookt. Nee. ik heb sinds gisteravond niks meer gegeten. Nee, je was ook gisteren zo weg. Ah, ik kom er zo aan hoor. Ploep weg was de jippie. Wat kom er zo aan? Ja, dat zei je tegen me. Ja, ik kom er straks weer aan. Ik moet even dringend even snel weg. Ik ben er zo weer. Nou, toen was jippie er niet meer. Toen dacht ik van ja, krijg maar de pest. Ik ga slapen. Oh nee, klopt. Ja, er was even wat gebeurd. Oké, ik ben klaar. Ah, ik moet nog tanken. Dus. Maar ik zit te kijken. Ja, wat zie je allemaal nieuw bij mij op mijn geval? Ja, de TS is free om te joinen, ja. Mooi zo dat je mijn naam hebt veranderd. Waar? In Twitch. Twitch? Ja. Dat eerst stond die nog op Jippert 444 in plaats van Ome Jip, snap je? Jezus, dat heb ik al een hele tijd al veranderd. Oh, ja, dat is al een hele tijd al. Dat heb ik voor mij 2 dagen daarna meteen veranderd. Maar wat zie je nog meer op mijn Twitch? Ik zou je een hint geven, het zit dicht bij mijn donatiebalk. Ja, ik weet, ik zag het al. Wacht even, ik zit al te kijken wie dit is. Wie dat is? Ja. Dat is gewoon een stoel hoor, ik weet nee, niet. Nee, nou wie speelt hier 9 van de 10 keer World of Warcraft? Waar zie je World of Warcraft? Profire 12-11. Ja, en dat vind ik trouwens de drank. Ja, dat is Corneille Flappy. Ja, dat vind ik echt leuk de wereld zien ontwaken. Hij heeft 2 video's online staan. Ja, meer video's maakt hij niet meer als je dood is. Dat lijkt me logisch. Het zal raar wezen als jij daar boven in de lucht zit met je pc aan het internet. En dan nog gaat nee, streamen. Maar, hoe dan? Na zoveel tijd gaat het toch weg? Nee, niet altijd. Ik heb al mijn filmpjes gehighlight. Dan blijven die allemaal staan. Ja, misschien heb jij die 2 ook gehighlight. Oh. En dat Dutch Monkey, wie is dat? Dat is het neefje van Corné, hè? Die is ook niet meer fanatiek op Twitch. Maar wat zie je nog meer nieuw in plaats van een donatiebalk? Klik eens op mijn icoontje van die smeltjes. Welke icoontjes? In de chat tekst. Gewoon nee. Op die icoontjes te houden. Daar rond gezichtje duwen. Ja, daar kan ik niet op drukken. Jawel. Ik zal even stilstaan en dan zal ik het in de chat gooien. Ik zit bij PayPal, dan heb je emotes daarboven. Ik zal het laten zien, op een moment. Comments.
jij er moet voor betalen. Ja, maar op dat rond gezichtje in de chat kun je wel klikken en dan zie je die, die dingetjes staan. Dat bedoelde hem. Als je het chatkanaal hebt, heb je rechts van boven, heb je zo die diamantjes en daar in mijn kon gezichtje. En als je daarop klikt, dan krijg je dat te zien. Dat bedoelde hem dus juist. BTXF. Kijken of dit het nog steeds werkt. Wat, de oude TS? Nee, iets anders. Nee, die, die 10081, dat, die moet je eraan houden. Die hele linkje wat Ome Jub heeft ingetikt en wat Belg Game had ingetikt. Dat is het TS-adres. Of ook wel gezegd de IP van het TS. Hoort er gewoon bij. Wat hoort erbij? Die IP-poort aan de achterkant. Dat is een IP-poort. Eigenlijk. Snap je? Dus je hebt, zou je hem hebben. Bovenop die van Aston en anderen te hele roon. Goedenavond. 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 Hi. Jeroen, er stond een trailer bovenop die van A. Echt joh, ik zat al te kijken, hoezo kan ik niet in die TS joh? Waarom nee. Het was zo vaag, maar ik dacht dat er een wachtwoordlok op zat vandaag. Nee, 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 dat is gewoon de poort eigenlijk. Nee, ik zat gewoon verkeerd te kijken, want ik heb een laptop naast me staan waar ik met een half schuin oog op zit te kijken. Half schuin oog? Ja. Lijp, lijp. Nee joh, ik heb toch geen, hoe heet het, ik heb nog geen tweede scherm ofzo. Ik heb gewoon een groot 42 inch scherm voor mijn neus staan en daar moet ik het maar even mee doen. Ach, ik heb er maar één hoor. Robert. Ja. Ik heb er drie. Blijf waar je bent. Maar ter hoogte van waar rijden jullie, want ja echt, ik ga ook Biskin het 1000 jaar mee rijden. Even kijken, ik heb ergens pas in Dionne garage. Dionne, dan zit je wel heel ver, want wij zitten in Montpellier. Montpellier. Ja, dat dacht ik, Montpellier. Dan moet je via Lelle, dan moet je helemaal naar beneden, takken en daarheen. Ja, via Lyon en alles. Ja, multiplayer is echt helemaal beneden. Ja, ik weet het. Aan welke kant gaan jullie ongeveer op? Op het vliegveld. Naar, naar Toulouse. Toulouse, oké. Nee, ik heb zelf ook een stream aanstaan, Twitch, vandaar. Toulouse! Kan je me goed verstaan op mijn livestream? Nee, want je staat nog steeds zo fucking zacht. Ja, op zich, ja, kijk, het geluid van je livestream is wel wat zachter, maar als ik hier in de YouTube-channel zit, dan word ik gewoon doof. Nee, dat is dan, echt vaag. Dan moet ik het geluid gewoon serieus reduceren, omdat hij gewoon anders boven alles uitkomt. Hm. Oftewel, Jeroen, er is gewoon iets niet goed in je OBS-instellingen. Maar die OBS spoort gewoon niet. Nee, ik heb er ook iedere keer gezeik mee hoor, met OBS. Vooral als ik van YouTube, van YouTube naar Twitch toe ga. Niks doet het. De hele stream werkt gewoon helemaal niet. Het is alleen maar gezeik. Daar word je echt doodmoe van. Maar goed, het, is, het zij zo. We hebben nog even tijd. Eventjes heel even wachten hoor. Ik moet nog steeds even iets kijken of het werkt. Werkt het nou wel of niet? Wat werkt?
allee, boven, een stuk boven Toulouse. Ja. Als hij van daar naar Toulouse rijdt en wij van ons naar van Montpellier naar Toulouse, dan komen misschien alle twee aan. Ja, okay. Ja, maar, okay, kijk, ik reis onbevraagd, hè. Ah, ja. Dan ga, wacht, dan kunnen jullie beter gaan rijden en dan meet ik jullie. Nee, want heb ik hem wel? Nee, volgens mij is het eerst dichtstbijzijnde wat ik heb is Milaan. Kun je niet gewoon met de vliegtuig gaan of zo? Kon dat maar, wist je dat? Ik wil een foto teken voor jou, Jeroen, en mijn gsm die blokkeert. Welke EU? Dus juist mijn computer na mijn gsm. Ik zit in EU2 trouwens, ik weet niet in welke jullie zitten. Ja, Jeroen. In de no cars. No cars, EU3. Want wij haten auto's. ik wou net met een pilot auto rijden. Moet erop. Oh ja, dan zeker vol in zijn aarspeuken, of niet? Ik haat die karren. Ik haat jou. Ik ook hoor, echt jongen, zo fucking irritant. En dan gaan we eerst nog even een jointje draaien. Oh, lekker. Als je moet zien wat ik moet morgen werken. Nou, ik ga het letterlijk op jouw tempo doen. Op mijn tempo? Dan was ik al klaar geweest, hè? Op jouw tempo, jongen, het duurt uren met jou voordat er iets komt. Nou, we moeten niet terug, hè. Ik heb wel een foto vandaag. Ik wou een foto. Netjes achteruit, je stond een stuk neffen dat plots waar je er zo stond. Je gaat. Ik ben er niet. Je gaat. Wat moet je? Lekker voor je. Ben je er al? Ja. Lekker gezellig hier zo. Ja, jongen, Jeroen kotst me elke dag uit. Maar even een vraagje, zijn jullie een multigaming clan of een wat VTC? Is een VTC is wat de één spel speelt, hè. Wij spelen meerdere games, we zijn een clan. Oké. Dus eigenlijk moet je nationaal, VTC moet je dan weghalen, dat beneden. Dat loonbedrijf. We noemen National Gaming Community, niet National Gaming VTC. Ja, maar, maar Jeroen zei wel altijd VTC. Ja, nee, kijk, dat was vroeger. Maar weet je wat ik juist leuk vind? Ik heb bij een aantal grotere clans gezeten, Double Dutch Clan, DNGC, Dutch Extreme Gaming Clan. DNGC? Nee, DEGC. Dutch Extreme Gaming Clan. Ja. Kut niks. Maar vertel tegen je. Nou ja, het valt me eigenlijk behoorlijk op dat er zo weinig clans Eurotruck spelen. Echt. Nou, wij zijn een van de fanatieken die het nog een beetje spelen. Ja, maar dat bedoel ik nou juist. Is het nou zo'n kutspel of lijkt dat zo? Nou, ik vind het wel een beetje kutspel. Ik denk dat het komt vanwege al die autootjes. Nee. Mensen er opeens ziek van worden omdat ze elke keer geramd worden en elke keer weer ik had er toen straks had ik een rit van dik over anderhalve ton. Het was een dubbele trailer trouwens. Kutgeluid. En ik rij op een gegeven moment ergens door een tunnel. En het eerste wat er gebeurt, autootje mijn hele trailer totaal los. Leuk hè? In 5 seconden tijd. Oh, ik heb Toulouse by the way, dus van waar kom jij? Daarom zeg ik, wacht nou even voor de zekerheid, maar ik heb Toulouse, dus ik ben daar alvast. Oké, we komen aan de door. Is goed Robertje. Is goed, baba. Papa. Nee, baba. Oh. Ik vind het al gezellig hier. Het is geen papa, het is baba. Het baba. Het enige wat je niet in mag zeggen in deze TS, en dat is echt wel streng. Dat is het letterlijke uitwoorddrukking KK. Ja. Ja, dat snap ik. Maar dat heb ik zelf ook. Kijk, ik ken er genoeg die het wel roepen. Oké, zelf heb ik het ook wel eens geroepen, maar laat ik het zo zeggen, ik ben er geen voorstander van. Ik echt, alleen als ik in een rage moment zit, ouwe. Serieus. Ja, maar weet je wat het is? Kijk, ik heb zelf als admin bij die grotere clans gezeten, dus dan weet je ongeveer ook wel hoe het eraan toe gaat. Binnen een clan, dat gewoon niet getolereerd wordt. Duh. Dat wordt niet geaccepteerd, dus wat dat aan gaat met admin.
kinderrecht, dan mag je iemand gewoon de klein uit sodemieteren. En dan is het gewoon doei. Oh, bij ons is het eerst waarschuwing. Nou, daar was dat dus gewoon totaal niet zo, omdat het gewoon te vaak gebeurde. Ja, maar hier gebeurt het zelden. Maar, weet je, daar ben je, ik denk dat je daar alleen maar blij mee moet zijn, eerlijk gezegd. Ik moet jou nog sowieso, Jeroen, even privé spreken. Ja, hoe laat kom je bij me thuis? Nee, zonder stream. En dan? Oh, zonder stream. En dan? Nou, er worden 9 van de 10 keer ook allemaal dingen in deze TS geroepen waar Jeroen niks van verstaat. Juist. En toevallig kan ik hier een goed beetje spreken Engels. Juist. Ja. Dat is een herkenbaar iets. Dus er wordt hier dan in het Engels geraged in plaats van Nederlands. Ja, dat wil ook nog wel eens. Kijk, dat heeft misschien ergens social voordelen, maar ja, dat... Dat is ook een nadeel, hè? Tuurlijk, kijk, voor diegene zelf heeft het een nadeel. Want ga je te ver, dan is het lijkt mij toch erg logisch dat je uiteindelijk gewoon eruit gesodemieterd wordt. Ja, eentje die heb als CEO al, die is al afgepakt. Ja, maar ik heb het over hetzelfde persoon. Nou, dat weet ik al wat je bedoelt. Daarom zit jou denk ik nu elke keer in die kanaal, omdat hij zelf weet dat hij er niet van af kan houden. En dan kun je gewoon zeggen hoor, op mijn livestream, hè. Maar wat voor games spelen jullie onder andere, als ik vragen mag? Ik ben er van alles. Alles wat achter mijn naam staat. Oké. Ik en dan nog meer ik games. Niet. Ik heb wel meer games dan dat. Het is dat ik nog een beetje aan mijn PC moet sleutelen en moet bijwerken voordat ik echt Battlefield en weet ik veel wat kan gaan streamen. Waarom moet iedereen altijd aan zijn PC sleutelen? Enig wat ik nog nodig heb is een i7. Weet je wat het is? Ik heb een Intel moederbord van MSI. Ik heb een Intel i5 processor en een of ander goedkoop kutkoelertje erop met een 4 gig videokaartje. Die Eurotruck op 60 fps net aan kan spelen. Nou, pik, als ik een i7 hierop zet en ik heb ook nu een 4 gigabyte Ik sta precies bij de videokaart. Met een i7 zou het kunnen, maar ik wil uiteindelijk ook in 4K kunnen streamen. Ja, pik, dat is er nog lang niet, hè? Nee? Dat is je er nog niet. Wel, hè? Je hebt wel. Dat is er nog niet. Jeppie. De platforms kunnen dat niet runnen. Jeppie. Nee, tuurlijk, maar ik bedoel, de platforms kunnen het nog niet aan, maar ik heb straks wel 2 4K schermen, dus dan is het wel leuk als je gewoon zelf op 2 4K kan spelen. Ja, maar lieve schat, dan mag je per scherm een 8 gigabyte videokaart erin hebben per scherm. Sorry. Ja? Ja, serieus. Wauw. Dus kijk, wat ik van de rest aan het horen krijg is dat het allemaal niet nodig is en dat je kijk echt, die nee, je hebt echt die 2 titans allemaal bijvoorbeeld van, joh, nodig. Weet je, als je 2 keer een Ti 1080 zo'n 1080 Ti erin knalt, dat is zelfs gewoon zonde, zeggen ze. Ja, maar als jij je hebt letterlijk bijvoorbeeld 2 titans nodig. Ja, ik snap wat je bedoelt. Kijk, dat zelf vond ik het ook al merkwaardig dat dat je met 1 videokaart en 2 videokaart is overbodig. Als je uiteindelijk zoveel gaat streamen, heb je het wel nodig. Dan is het nog steeds overbodig, hè? Nee, want ik ga stoppen met OBS, want ik wil een Elgato. Elgato? Ik wil gaan kijken voor Razer Ripsaw. Nee, die Elgato is intern, hè, op het moederbord, per direct. Ja, ik snap wat je bedoelt, maar... Dat is dan, nog sneller dan OBS. Laat ik het zo zeggen, in principe gaat het mij niet om de snelheid, het gaat mij meer om de kwaliteit. En ik weet van Razer dat, dan heb je gewoon kwaliteit. Een Razer Ripsaw is wat mij betreft prima. Ik heb gehoord er weinig problemen van. Voor zover ik het allemaal gezien heb en gelezen. Ja, ik ben meer van, waarom niet? Ik ben groot fan van Razer en ik heb echt een tyfe zeker aan Logitech. Ja, maar Elgato is van zichzelf. Dat heeft met streamen te maken. Ja, maar ik heb wel veel dingen van Logitech. Ja, de meeste hebben heel veel dingen van Logitech, maar Logitech... Ik heb een webcam. Het enige wat ik van Logitech heb, dat is mijn G29 en mijn headset.
Ik zeg, ik ken niks. Enige wat ik ken niks. Ik ken zelf dan niet. En jij hebt alles van? Razer en Thrustmaster en oh, meeste is Razer, hè, maar een andere computer steel dingen ze. Maar ik sta aan Toulouse, hè? Ja, we zijn onderweg. Ik ga zo rijden. Ik ben even mijn stickje afbouwen en dan kom ik eraan. Ben je nog steeds niet klaar? Jongen, ik moest nog crunchen. Ik moest mijn crunchen nog zoeken. Crunchen, noemen jullie dat zo? Wauw. Jeroen ook al. Crunchen. Ja, grinder. Ja joh, dat is hetzelfde. Weet je, ik kom uit de tijd van grinder. Jij komt uit de tijd van schrijven. Ik kom uit een tijd dat je dat zonder dat deed. Dat je dat met je vingers deed. Wat mij betreft is het allemaal één pot nat. En Jeffy, was het weer druk met koffers gooien? Ja, weet je, het was gewoon rustig, maar het is gewoon vermoeiend vandaag. Iedereen zat elkaar af te haten. Iedereen zat weer te chagrijnig op elkaar. Iedereen zat weer op elkaar te letten. Iedereen zat weer op elkaar een beetje te letten, weet je. En dat is gewoon kut. Yep. Dat is inderdaad fucked up. Ja, dat is dus geen bedrijf waar ik wil werken dus. Dan word ik Nee, het verschilt echt gewoon per team. Je werkt in drie teams, verschillende teams. Je hebt drie teams. Nou, jij werkt op Schiphol. Ja. Ploegendienst. Nee. Dat niet? Flex. Oh. Oké. Dus ik mag mijn eigen roostertje invullen. Lekker, dat is wel weer chill. Ja, dus hij zegt in de hele tijd dat hij 48 uur heeft gewerkt. Nou, het kan hoor. Jongen, waar ben ik elke avond? Thuis? Ja, thuis. Op het werk. Dan ja, het kan hoor. Oh nee, ik zeg het verkeerd. Je bent aanwezig op het werk. Ja, echt dat hè? Ja, maar daar, het is echt heel makkelijk geld verdienen. Nog makkelijker dan pizza courier zijn, serieus. Ja, dat denk ik op zich ook wel ergens. Kut, mijn kabels. Oh, deze vind ik een mooi ritje. Ik neem deze mee. Oké, en nou gaan we als een malle naar Toulouse. Ja, dat zou ik moeten doen, ja, want wij moeten nog 104 kilometer. Jezus Christus. Wij trappen wel door, hè? Ja, maar jullie rijden allemaal onbegrensd, toch niet? Nee, maar 90. 90? Extreme contract, hè? Ja, hun hebben zo'n World of Trucks, hè? Ja, dat rij ik ook, maar als het even kan, dan als ik een keertje zonder die externe contracten kan rijden, vind ik het prima. Keertje 160. Ik rij niet eens die trailers, weet je dat? Ik vind dat kut. Oh, ik vind het op zich helemaal niet erg. Het is op zich wel lekker. Ja, maar als je kijkt met wat voor jongens ik speel, ik ben zelf 23 en ik zit in een VTC met twee 14-jarigen, eentje van 17 en een goede vriend van me. En dan nog een of andere huisbeller, zoals wij hem noemen. Wat? Huisbeller. vindt hij ook altijd zo lekker aardig als we dat zeggen, dan wordt hij helemaal gek. Dan kan hij echt niet tegen. Wow, dit was echt eng. Dit was eng. Je op de radio zegt, ik hoor op de radio, daar kan die niet tegen. En dan zeg jij erachter, ja, daar kan die niet tegen. What the fuck, wat luister jij? Ja, 538. Dat had ik doet hij het nog steeds dan? Hij doet het gewoon. Ja, maar ze roepen iedere keer dat internetstation pleiten gaat. Ja, nee, die gaat naar een andere plaats. Like, what the fuck, waarom? Maar via het internet kan je het nog gewoon doorluisteren. Radio 538 was van de week nog op mijn werk. Oh, gezellig. Koen en Sander show. Oh, lachen. Koen en Sander show. Oh. Hey, maar Jeff, dat was net bij mij ook, hè. Ik had het over donaties. En een paar minuten later hoor ik het op die radio. We zijn in Toulouse, hè? Ja, we zijn er al. Is het echt zo erg dat die trailer zo... Hoeveel kilometer moeten jullie nog? 50. 50, tering. Ik moet nog 318. Oh, wacht even. Hey, ik zie stil. Stil?
Ik werk ja, niet. Ik ook straks woensdag, donderdag en vrijdag. Ja, woensdag, donderdag, vrijdag. Oké, okay, maandag, dinsdag, woensdag. maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zondag misschien nu. Ik heb dat ook 5 jaar gedaan, dat shopje. Huh? Kut hè, Robert? DHL. Ja, ik weet, hoe, ik weet precies hoe je voelde, jij mij. Ik weet precies. Maar heb jij vracht gedaan? Dingen hè, DHL vliegtuigen lossen en laden. Ja. Beuzelen. Jij voelt mij wel hè. Kutwerk, maar het is zo simpel hè. Je hebt plezante momenten en minder plezante hè. Ja, precies. Dat is met alles hè. Net als vorige keer een hummetje. Weet je wat hum is? Ja. Hum is een human bla bla bla, oftewel lijkenkist. Ja. Nederlander. Eeuw en Nederlander. Zo, en nou in het Nederlands? Hoe ander in Nederlander? Ja, niet verstaan. Platje Almera. Oh, dat zegt het toch al? Platje. die heeft last van platjes. Ja. Die platte voeten. Ja, die zal vast wel jeuk hebben, denk ik. Oh, je moet even krabben, Jippie. Oh god, dit is leuk. Ja, zo doen we dat hier altijd in de TS, hè? Ah, dat is wel helemaal mooi. Tering, hoeren. Waar, ik eerst. Nee, teefjes mogen voor, dat ben ik. Oh, oh ja, gelukkig dat je het zelf zegt. Ja. Je mag die van de middag pekken. Hè? Je mag die van de middag pekken, niet helaas. Ja, jongen. We zaten even naar beide te kijken op live team. Zo, er had er eentje die had toch van die meloenen voor de deur zitten, hé? Wist je dat en eentje die keek er zo eng, jongen, ik schrok mijn eigen gewoon op platter. Kijk, dat is gek, maar weet je... Het lijkt net dat ze hem uit het beeldscherm trok of zo. Die keek echt that, eng, hoor. That's scary shit. Dude, that's real scary shit. Nice licht verderop. Wat praat hij me weer die gast? Voorop. Verderop. Oh joh, nog 67 kilometer. Ik ben er bijna. Waanzinnig. Staan jullie daar nog of voorop? Ja, we zijn nu aan het lossen. Of wow. Gaan we lossen. Zo, dat had ik bijna al geraakt. 56 kilometer. Moet je weer in de hoek zetten? Ja, ik moet hier de echte die cam om durven zetten. Ik moet hem hier aan de. Echt die een andere trailer. Ja, ik moet hem hier zetten. Kutpaaltje. Nee joh, paaltjes zijn leuk. Paaltjes zijn leuk, net als vangrelen. Die moet je knuffelen met 150. Ouwe. Maar trek je een beetje kijkers via Twitch met Eurotrack, of niet? Ja. Wow, wat is dat? Ah, oh, dat stomme gebouwtje stond ik hier tegen, zie. Soms wel, soms niet. Ik wou net zeggen, want als ik op mijn livestream zit te kijken, dan... oeps. Dat was een betonnen wand. Als ik nou zit te kijken, ben ik nu bij mezelf de enigste kijker. Ja, kijk even hoe laat het is, jongen. Ja. Nou, en dat maakt geen reet uit. Nederlanders kijken nu niet naar ETS. Nee. Maar het maakt in principe vrij weinig uit qua tijdsbestek, hoor.
NLT. Ik heb echt serieus mot met NLT. Die gasten die moeten me echt niet. Jij? Nee, ze moeten me echt niet. Nou, ik vraag dan, me niet waarom. Dan mag ik zeggen, dan mag je mij ook helemaal niet. Maar jij bent een NLT, hè? Weet je, ik heb Jeroen, Beetje? Dit heb ik al uitgelegd. Ik help Jeroen hier als hem zijnde daar. Ja, oké. Okay. Weet je, hij had een beetje gezeik ook met TS en zoiets. En dan vroeg hij mij, Jip, kan je me even helpen met een paar dingen? Dus ik zei, vind ik best. En sindsdien heb ik altijd gewoon admin en zo van hem gekregen. Ja. Maar ik help hem gewoon als Thomas zijnde gewoon zelf. En als Jeroen zijnde zelf. Ah. Dus... Maar ja, hier ben ik sowieso vast, want Jeroen ken ik nou door en deur bijna. Hé, Jeroen? Maar Jeroen is daarop tegen. Hé, Jeroen? Ik ben er niet op tegen. Ah, oké. Kijk, weet je, dat vind ik nou weer fijn om te horen. En nou wel gelukkig, hè? Eigenlijk wel. Nee, ja, kijk, hè, wat? Weet je, ik ben gewoon zo'n jongen die gewoon zorgt voor elkaar. Ja. Weet je, dat is op de een of andere manier heb ik. Ik heb blijkbaar iets gedaan bij Thomas, waardoor hij blijkbaar gewoon echt pik op me heeft. Want zodra ze me zien, ze beuken me meteen van de weg af. Ja, maar dat is niet NL, hè? Dat is niet Thomas zelf, serieus. Thomas doet dat echt niet. Ik heb het te kijken, ik denk, is mijn vrachtwagen nou gekrompen, maar dat is die van Jip. Ja. Ik heb het ook op kijken, hè? What the fuck? Even een aansteker zoeken. Ja. Waar gaan we een vracht naartoe aanbrengen? Bordeaux. Bordeaux met X. Naar Bordeaux? Ja, met X. Dus Bordeaux. Ja. Ik zal even kijken. Met X? Hebben we dat, Robert? Dat zit bij een golf. Dat is links. Links boven. Ik heb geen gewoon verrecht en ik snap dat niet. Ja, ik heb wel eentje naar Bordeaux. Salam. Ja, ik ook. Salamfilet. Ja. Ik moet ook nog Frankrijk helemaal. Heb je die in die externe? Ik heb gewoon normaal hoor. Ja, ik heb hier snel Bordeaux externe. Ja. Waar ben jij dan? Uitschors, valm, zalmfilet, schokdempers. Ja. Oh, jij bent dat in die lelijke zwarte. Ja. Hey, ik pak die schokdempers, die brengen me hier op. Ik heb een special paint van World of Trucks, die kun je downloaden. Waar staat dat dan? Zat er vlak boven bij mij. Ja, dat wil mij niet. Nou wil ik wel. Oh, dan gaat die niet. Hè? Dan gaat die niet. Oh, ja, die heb ik ook. Maar die is dezelfde trailer. Ik pak die schokdempers. Pak die, die dingen maar. Maar de kleuren die ik wil maken is zo ontiegelijk. Oh ja, moeilijk, ik heb hier ook een schokdemper. Maar die andere is wat hoger die bij mij weer. Die zalm. Joh, maar, ik heb verschillende vrachten naar Bordeaux. Maar by the way, wat vind jij van deze kleur? Bordeaux, toch? B-O-R... Ja. Bordeaux. Ja, pak die zalmfilet maar. Hey, killer. Ja, wacht even. Ik kijk zo. Ik moet even door het menu heen laden en dan zie ik je staan. Nee, maar kijk, wat ik probeerde te zeggen is, het zal vast niet Thomas zelf geweest zijn, althans niet opzettelijk. Jij staat naast me? Ja, ik ben dat kleine. Ziet er wel ziek uit, ouwe. Zie je? Er is er nog eentje. Ziet er wel bruut uit. Het is gebaseerd op de kleuren van Red Bull, snap je? Ja, dat zag ik al gelijk. Hij ziet er wel echt bruut uit. Ik moet even kijken. Tering, ja, ik moet 54 kilometer rijden. Ik vind zo'n grote Scania niks. Ik vind liever zo'n klein kut Scaniaatje wel leuk hoor. Geef mij maar zo'n kleintje. Prima. Ja, je bent ook kleiner dan mij, dus dat past wel. Ja. Hey, wat, we hebben al drie dezelfde. Ja. Dat what the fuck? Maar wat heb ik? Ik heb... Wat heb jij? Ik moet de mijne ergens anders ophalen. 54 kilometer verderop. Wat heb jij, Robert? Ik heb, wat was het nou weer? Schokdempers, 16 ton. Oh, ik heb Lavendel. Wat is nou weer een Lavendel? Lavendel. Lavendel, zijn planten. Zie je, het begint alweer. Ik zou nog een jointje nemen, Jip. Ja, hij zit al in mijn mond, hoor. Of 2 seconden. Oh, ja, die van mij ook, en die is goed sterk, zeg. Tering. Wat heb je? Ik ga even naar de reparatie, Robert. Dit is Northern Light. Echt? Ja. Nice. Ik woon zelf in Castricum, dus ik zit vlakbij bij de coffeeshop in Alkmaar. Castricum. Je gaat er niet zeggen dat je in Alkmaar komt, hè? Oh, wow. Nee, vlak.
hoe koppelt je die aan af? Goed bezig. Wat een kutmuziek draaien ze, letterlijk. Wie? Ja, 538. Ik heb hem niet op 538, ik heb hem op Q Music. Ik 538. Ik ken ook Q. Hey, maar nou raak ik niet voor mijn weet het, hè? Ik mis gewoon die lichtjes toch al op mijn bumpertje. Nee, maar wat ik wilde zeggen, het zal vast niet opzettelijk geweest zijn dat MLT me van de weg gepeukt heb, maar ik probeerde hem in te halen en waarschijnlijk zat hij in een stream, dat weet ik niet. Grote kans, want de hele crew van MLT reed erachter en ik werd zo in één keer door iedereen van de weg afgeperst. Ja, dat zijn die kijkers. Ja. Die zijn ja, 8, 7, 6, 12. Daarom rijd ik ook niet meer met die gozer. Maar kijk, toen ben ik dus gaan kijken in zijn stream. En dat was wel NLT met een aantal anderen die in de Teamspeak zitten, die voorop reden, die me dus van de weg afbeukten. En sindsdien is het blijkbaar gewoon echt een gewoonte geworden, want zodra ik voorbij kom, ze duiken mijn zaal er bovenop. Daarom moet je alsof mijn claimtag, althans nametag, een bepaald iets heeft opgewekt bij ze, waardoor ze ons gewoon van de weg af moeten beuken. Ik weet het niet. Gewoon livestreamen, hè? Eigenlijk gewoon livestreamen en naar Verbeek sturen, klaar. Ja. Nou ja. Zou je denken dat dat werkt? Waarom denk je waarom ik stuk A5, A6 admins op mijn Steam heb staan? Dat is niet zomaar, hè? Ja, oké, maar ja, ik heb wel wat contact via Steam met één Nederlandse admin. Die SPLH. Ik heb volgens mij 3 Nederlanders, 1 Belg, volgens mij 1 Duitser en 1 Engels heb ik erin zitten. Oké. Zo hè, ik heb met daar jongen, godsamme zeg. Dus ik heb genoeg admins. Ja, oké, maar ja, weet je, zou je denken dat Verbeek er ook echt wat mee doet? Ja. Ja, bij mij wel hè. Bij ons echt wel. Ja, oké. Daar hoef je echt geen zorgen bij. Ik weet niet, ken je Melvin? Of ook wel gezegd, hoe weet je dat? Stupid Bunny NL. Die heb ook niks voor niks een bam gehad, een permanente. Oh, kijk, wat een mooi gedraaid heb ik hem, Jeroen. Kijk, staat precies recht. Wow. Ja, bijna recht. Ja, jongen. Hey, heb je vrachtwagen uit Italië gehaald? Daar is mijn stand, dat is mijn beginplaats. Ja. Italiaans afkomst, duh. Hey, Scania is Zweeds, hè? Ik wou net zeggen, Scania is Zweeds is wat. Ja, maar mijn kenteken is Italiaans. Ah, zo. Ik zie jouw vlaggetjes niet. Nee, omdat ik ze ook niet heb. Jullie zijn al weggereden daar zo? Nee, we zijn echt bij de repair. Oké, nee, ik kom er nu aan. Maar bij Robert is zijn vrachtwagen half onzichtbaar. Half onzichtbaar? Ja. Huh? Oh, ik weet het al, ik heb toch die DAF's tuning pack niet. Oh ja, dat is ook zo leuk. Is dat een skin? Oh, nee, dat is waar. Ja, dat is die tuning pack van DAF. Dan kun je al die dingen zien en alles. Nee, die heb ik zelf ook niet. Dus ik zie ook altijd rijden bij ons ook altijd eentje in een DAF. Hij ziet ook bij mij dat torentje. Dan zie ik een half kale DAF voorbij rijden. Maar ik zie soms wel eens Scania's met een zwarte grill. Maar dat komt omdat ik die dingen heb en hun niet. Hoe bedoel je welke? Dat hun die DLC niet hebben, dus ik zie hun dan in het zwart. Ah, zo. Want ik heb die tuning van de Scania en DAF heb ik al het. Ja, ik heb wel die van de Scania niet, maar die Griffin. Ik heb die van de DAF nog niet en van de rest ook niet. Uh-huh. Maar Scania is eigenlijk altijd al mijn favoriet geweest. Wat dat aangaat, blijf ik lekker in mijn Scania rijden. Sinds die online er is, zit ik alleen maar in een DAF te rijden. In de Scania. Nou ja, ik ben op zich wel benieuwd hoe die next gens eruit gaan komen hoor. Die nieuwe Scania's. Ja, kom op, Robert,
Nee, hoe krijg je dat? Ja, dat is die mod. Echt jongen, vieve jong. Maar die heb jij niet. Wacht, dan doe ik mijn licht uit. Kijk, dan zie je opeens daar ook geknipper. Dat komt omdat die kotsluiting geeft, met mijn knipperlichten. Helemaal op de stoep. Dat is een bug. Echt joh, 138 kilometer. Volgens mij echt, jongen, ik ga mijn geel veranderen. Ja, zou je weer veranderen? Ja. Kut, ik ben de afslag toen zelfs al voorbij gereden. Oh. Ik weet niet of jullie er al aankomen, maar ik ben de afslag voorbij gereden met mijn stonen kop. Ze hebben ook een F7 Enter, hè? Hè? Ze hebben ook een F7 Enter knop. Dan sta je na, dan sta je bij ons. Oh ja. Oh ja. Zo, ga je wat was dat F7 knopje nou weer voor? Oh, ja, wacht, dat was voor naar de garage. Oh ja, nou weet ik het weer. Dat was dat. Maar zo is hij ook niet mooi. Oh, echt waar. Die jongen heeft ook altijd wat, hè. Dan is dat weer niet mooi, dan is dat weer mooi. Nou, mag het ook een schiepje zijn? Nou, krijgt tyfus, ook goed. Ik zei een griepje, geen tyfus. En jij hebt zeker een vracht die naar een vliegveld moet? Geen idee. Ik zou het echt bij God niet weten. Ik weet alleen wel dat ik nou heel snel moet tanken en dat ik pas zit. De hel staat bij de hemel op de stoep. En jij hebt nog meer wielen eronder. Ik heb er maar twee. Dit is die 8x4 chassis. Die kan ik ook doen. Oh ja, dat is waar, ja. Ik heb de 8x4 eronder zitten. Ik heb er maar 3. Nee joh, ik heb de 8x4. Je rijdt een stuk beter, vind ik. Iets te vroeg. Zie je, Robert, dat komt gewoon door de jointjes. Ze rijden alle twee tegen dat hek aan. Ja. Nou, let's go. Ja, gaan we. Ja, doe maar. Ik heb al vaker de neiging om ergens tegenaan te rijden. Wij kennen maar 90, hè, ADR. Ja, oh ja, die kunnen weer zo traag. Godverdomme. Ja, we hebben geen andere vechten. Oh, is toch gewoon niks in de laast. Zo moet je nou weer terug? Ja, motor valt eruit. Stop, hij stort op de repair en hij repairt zijn camion niet. Ja. Ja, echt hè. Ik vergeet het gewoon. Dan ga je die dan moeten tanken, de tension zit hier. Ja, dat heb ik net gedaan. Shotgun voorop. Wat? Dit is mijn drugs. Oh. Dit zijn mijn medicijnen. Ik denk ook al wel wat aan de wereld. Mijn kneecap is verdoofd in mijn hoofd, is alleen maar vuur. Oh, na 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 na. Ik wil voorop rijden. Nou, daarom ga ik al op de stoep staan. Robert, ga even in. Moet ik er anders achter gaan zitten? Wat, achterin de trailer? Ja hoor, ga er maar achterin zitten. Ja, en dan planken, jongen. Oké, mooi. Jeroen, je mag al rijden, hoor. En niet zeggen opeens dat ik opeens aangehoord door de douane dat je achterin zit, hè? Ik weet van niks. Kijk, komt door de kleine ding. Nice, nice, nice. Daar gaan we maar. We hebben niks gezien, hè Robert? Ik weet van niks. Ik heb niks gehoord en niks gezegd. Kom er maar langs, dan sluit ik wel netjes achteraan. Hey, hallo, ik rijd door, hè? Hey, ik baby. Ook maar, Als je maar weet dat wij 90 kennen, dus hè? Ja, rechtsaf. Eerste afslag, rechtsaf. Rechts afslaan. En dan volgende afslag, weer meteen. Gaan we weer nice. De trein weer op of zo? Nee, dan gaan we naar links. Dat zou je bijna wel zeggen. Hey, baby. Jip gaat zingen, dat komt niet goed, hè? Mijn beeldschermen gaan ook knallen. If you be my girl. Dat is leuke muziek. Jij mag denk ik ook wel een nieuwe donatiebalk hebben met een nieuwe stoel, of niet? Ik. Nee, ik moet even WD-40 hebben. Ik heb 40. Nou, dat heb je genoeg daar bij Schiphol, denk ik, of niet? Nee, thuis heb ik het ook.
Nee, serieus? Ja. Ik weet niet wat jullie allemaal op die vliegtuig gooien, maar... Nou weet ik waarom ik niet meer in een vliegtuig stap. Jullie doen allemaal van die rare dingen spuiten erop. Oh, van de week was er een onderdeel onderweg verloren. Ja, ja, klopt, dat ja. Ik. Dat heb ik gehoord, ja. Een heel stuk van zijn romp. Nee, een stuk van de vleugel was weg. Daarom ga ik ook niet meer in een vliegtuig. Van KLM zeiden dat het een stuk van zijn romp was. KLM werk ik niet, hè? Dat zijn piloten die weten in welk stuk dat ze verliezen. Nee. Dat zijn serieus echt kneusjes, KLM. Hé, ja. Maar Jippie, rij eens even wat langzamer. Ik rij fucking 90, broer. Ja, dat zie ik. Je zit al bijna 500 meter uit mijn tap. Nou, dat ga ik. Hangt er vanaf welke motor dat ermee? Hetzelfde als wat ik erin heb hangen. Maar... Weet je, ik doe alles van tevoren als een vliegtuig weggaat. Snap je? Koffers laden. Koffers erin gooien. De koffers eruit, meer boeiend gebeurt er ook niet zoveel. Het zijn serieus koffers in en koffers uitladen, meer niet. Ja, dus als je een mouw hoort, dan zit er een kat in de koffer en dan gooit Jipje hem alsnog weg. Ik had serieus vorige keer twee kittens, hè. Echt zo schattig. Kittens? Komen die ook al uit een koffer? Nee, die komen uit de bulk, want ze kunnen ook in de belly, aan de onderkant waar de koffers ook gaan, maar kunnen wij ook dieren neerzetten, als wij willen. Neerzetten nog wel? Ja, serieus. In een bak. In de kunst. Oh. Nee, echt jongen, waar ben je? Nee, die staan gewoon in zo'n speciale dierenkooi. Ik wil gewoon doodrijden, maar waar ben je? Ja, maar hoe jij dat zegt? Ja, die staan daar gewoon zo, ook naast die koffer staan ze. Ja, dus dat zijn de standbeeldbeesten. Echt jongen, maar het is zo heet dan in dat vliegtuig, hè? Want die verwarming wordt echt gestookt daar. Normaal hoe kan dat nou? Ze zitten nog eens aan de leiding vast. Welke leiding vast? Nou, hoe willen ze nou stoken als ze niet aan de leiding zitten? Ach jongen, je maakt me echt boos hier, jongen. Kutreacties. Is hij nou gewoon heel lullig of ben ik nou gewoon heel dom? Hij geeft gewoon kutreacties, dat is het hele probleem. Ja, dat bedoel ik. Ja, dat heb je, de Amsterdammer, hè? Wat nee, dit heeft niks met een Amsterdammer te maken. Hé, maar ik ben een Amsterdammer, maar nee, ik ben niet voor Ajax als je dat gaat zeggen. Ik ben wel een Amsterdammer. God, alsjeblieft, hou flikker op met voetbal. Ze hebben wel goed gespeeld, hè? Mooi, bek houden, klaar. Echt, ik heb zo'n schurfteken aan voetbal. Ja, ik ook. En Jeroen blijft alleen maar doorgaan over Ajax, terwijl dat ik een bloed Amsterdammer ben. Echt waar? Ja, ik ben ook een bloed Amsterdammer. Ik weet niet, er staat nog steeds op mijn paspoort Amsterdam. Ja, bij mij ook. Jammer genoeg. Ja, jij zou Alkmaar wel leuk vinden, hè, flikkertje? Ja, vet. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Wat aanmerk slet? AZ, weet je wat dat is, AZ? Ja. Alkmaar Zaanstreek. Nee. Weet ik, Alkmaar Zaanstreek, ja. Dat weet ik, mijn stiefvader die is helemaal gek van AZ. En het trainingsveld staat in, hoe heet het? Weet je, dan praat hij over Ajax en dan komt hij met AZ, hè. Dan komt hij met AZ. Houd je mouw. Snap je? Fuck X2. Jongen, moet je er tussen, hè? Wie? Oh nee hoor, ik rijd er gewoon achter. Ja, ik rijd 80 nu. Moest van jou. Ik maar moet langzamer rijden. Ik rijd 85, gewoon ik rijd echt letterlijk 80. Ik moet best een foto maken en Snapchat. Snapchat, dat doe ik niet aan hoor. Nee, wat moet je doen? Oh, Nightmare, Avenged Sevenfold. Hé, maar Robert. Ja? Wanneer gaan wij naar het friethuis? Hé? Hey? Wanneer gaan wij naar het friethuis? Friethuis? Het friethuis. Ik weet niet. Wat is nou weer een friethuis? Friethuis, wanneer gaan we daarheen? Frietzaak of zo. Ja. Nee, een friethuis is heel anders dan een snackbar bij ons. Frietkot. Ja, kan ook, frietkot. Waar je ervoor, Robert? Nee, kun jij 90 in Gallen, blijft hier wel eens een slakje rijden, dus. Ja, Jeroen zegt reis langzamer. Ja, maar gemerkt jij wat er op die GPS staat? Als die op camion staat. Bij mij staat die op 130. Ja, dat is op auto. Nee, serieus. Dat is op auto. Dan staat die op auto dingen. Ja. Die van mij staat op camion. Ik ga achter Robert rijden. Oh, er zit zeker Jippie daar weer voor, zeker.
Ja. Ja, ja weer. Ik ga alweer de andere kant op. Of ga ik me toch wel die kant op? Dragon down below, do the devil show. Ja, als je gewoon achter mij had gereden, had je gewoon door kunnen rijden. Ja, maar ik vertrouw die poortjes niet zo. Dan hoor ik wel klinken, maar dan naar school dan gaat hij nog voor mijn neus. Die gaan af en toe dicht. Ja. Oh, ik heb echt zin in. Ja, dat weet ik, ja. Ik heb dat zelf in ticht gehad. Of dan ben je aan het draaien op een toe, word je de lucht ingeschoten, omdat er een auto onder je vandaan komt. Moeten jullie rechtdoor? Ik moet er hier af. Ja, ik ook. Ik moet er af. Ik moet er af. 50 kilometer rechtdoor. Jij moet zeker bij een vliegveld lossen of zo. Ik moet bij echt in de stad lossen. Ja, maar hij zegt wat dat we nog toe moeten en dan moet hij op eerst naar een heel andere bestemming. Ik zeg toch Bordeaux? Oh wel? Met de X. Ja. Daar ga ik nu heen. Ja, wij ook. Ik moet nog 140 kilometer. Wij nog 50? Onze 40? Ligt, onze bestemming ligt aan de buitenzijde van Bordeaux. Ja, dan ligt jullie aan de buitenstad, snap je, bij Cliffhof. Ja, wij zijn slimmer, hè? Waarom dat stoem stadje niet binnen, hè? Ik moet echt naar de stad toe. En dat is nog 130 kilometer. Ja, weet je, bij ons is nu alleen nog rechtdoor rijden. Volgens mij, ja, rechtdoor linksaf en dan zijn we er. Ja, dat is bij Cliffhof. Dat is nog een voor Bordeaux. Dus dat wordt ook gezien als Bordeaux. Klopt. Maar ik moet naar de stad. Ach. Nou, wist je dat, Jippie? Wat? Dat je gay bent? Ja, dat wist ik. Houd je muil. Dat België eigenlijk ook Nederland was. Ah, oh, komt die daar echt? Gaan we eens over die theorie beginnen? Ik heb er geschiedenis over gehad, jongen. Nee, ik vroeg alleen of je dat wist. Ik vraag niet of je die theorie hebt gehad, dat vroeg ik niet. Ik heb serieus geschiedenis over dit gehad, over Nederland, België. Nou, ik niet. Ik was gewoon maar voor mij te irritant. Het was van Nederland, dat klopt. Ah, dat heb je goed, ja. Het was van Nederland, ja. Dat heb je ook correct in, hoor, Jeroen, serieus. Ja, dat heb ik maar net van Robert gehoord. In de maar in de zoveelste eeuw, hè? In de tijd van Oranje, hè? Ja. Die is al lang wel dood. En toen heeft België voor gekozen dat ze op zichzelf houden. En als ze nou zo vet blijven doen, dan wil België terug bij Nederland. Dan wordt Nederland weer groot. Wil België serieus terug naar Nederland? De Vlaamse kent wel, ja. Als ze zo blijven doen. Gaat toch niet gebeuren. Daar moeten we verpassen, hè. Maar ben jij nou ook Vlaams, Robert? Nee toch? Of wel? Ja. Nee. Ja. Maar dan, ik, ja, maar... We zullen jij aan het proberen. Je moet die paletten niet meenemen, hè. Dan word jij nog steeds geen Neandertaler, hoor. Jawel. Nee. Als we dat taal Nederlands praten, dan is het. Dan blijft het een Nederlander. Jij bent pas een echte Nederlander als je het Wilhelms kent. Ja. Nou, Robert zingt het Wilhelms. Zoek het op internet, kun je het zo zingen. Ik ken het Belgisch volkslied nog niet. Dan denk jij toch niet dat ik het Nederlands goed ken, zeker. Nou, ik ken het Nederlandse volkslied Wilhelms ook niet, hoor. Ja, ik echt wel. En dat heeft 2 jaar bij Defensie in de opleiding gezeten. En nog is die blijven hangen. Maar Jip, ga alsjeblieft het niet zingen, want dan springt mijn beeldschermen. Ik ga wel verder met mijn metal. Met wat? Met mijn muziek. Met je muziek? Ja, ik heb muziek aan op mijn eigen nu. Ja, ik heb ook. Spotify. Music. Ja, ik Spotify. Oh, nee, daar moet ik voor betalen. Ik ben een Nederlander. Ik doe dat. Ik doe lekker tientje per maand. Eerst voor 3 euro voor 3 maanden. Fucking goedkoop. Nou, dat is duur. Echt, hè? Je zit ook echt op te fokken. Ja, hij fokt me echt op. Dat is echt hinderlijk. I know. Ik ken dat. Maar ik ga zo meteen nog heel even een ander spel spelen. Ja, ga je het even laten? Eerst een half uur wachten op je en dan opeens weer een ander spel spelen. Wat wacht op mij? Ik heb even een mooi ritje hier. Ja, maar ik ga het andere spel spelen, Jeroen. Hij gaat het andere spel spelen. Comedy Night. Ach jij. Dat is ook wel leuk. Ja, maar je moet Engels kunnen voor dat. Want dat is kut voor jou. Daarom vind jij niet leuk. Hey. Hey, wat denk je van een ritje van 2,280 kilo?
wil je morgen nog werk hoor. Ik wil, weet je, niet. Wil je even aan mijn linkerbal zuigen alsjeblieft? En dan? Wat is daar mis mee? Gadverdamme. Wat is daar mis mee? Nou, Jip is af en toe vatsig. Ja, dat zei hij zelf hoor. Doe niet zo vatsig. Dat zei hij zelf tegen Furious van, hey Furious, ik ben vatsig. Ja. Ja, hè papa. Frankfurt dan. Papa zit hier tegen Robert. Nee, dat is baba. Hey, Frankfurt, of zullen we lekker met z'n allen naar Calais gaan? Nou, ik ga lekker zo meteen Rocket League doen, wat vind je daarvan? Oh, ook goed. Verslaafd, echt jongen. Ja. Kutspel. Hij heeft het van mij gehad, hij is opeens verslaafd geworden. Hij had het allemaal niet gegeven aan hem. Ja, echt jongen. Thanks you. Allemaal jouw schuld. Ik snap echt nog steeds niet wat mensen nou zo leuk vinden. Hey, Rocket League. Nou, je kijk maar hoe ik speel. Ja. Zo'n programma dat je die Rocket League weer van zijn Steam af kan halen ofzo? Ja, dat is mogelijk.